Hallo, van harte welkom weer bij een nieuwe vlog met Sven van Koran Media, waar we op dit moment bij het World Parade Festival in Brunsum zijn. Heel veel kijkplezier naar weer een nieuwe vlog met Sven van Koran Media. Met uw eerste intro, want dat is een regeling. Zo, daarnet was de leukste intro van vloggen met Sven van Koran Media. We zijn nog altijd hier bij World Parade Brunsum. En hier is Rinus. Hallo Rinus. Hey Sven, hoe gaat ie jongeman? Alles supergoed. Het World Parade Brunsum 2022 is eindelijk van start gegaan. Hoe is het tot nu toe gegaan? Ja, ons festival. World Festival Parade Brunsum. World Folklore Festival. Het is een mond vol. Ja. En je zult dadelijk wel zien waarom wij het ook een wereldfestival noemen. Omdat wij groepen uitnodigen over de hele wereld die hier in Brunsum, in het Vijverpark, lekker komen dansen en hun folklore, hun cultuur komen uitdragen. Zodat we met elkaar beter leren kennen en ook een beetje kunnen verbinden. Zodat ze ook zien hoe mooi Limburg Brunsum wel niet is. Ja, en samen sta ik toch wel naar corona. Exact. En iedereen verbindt echt, want je zag al één RTV Park, Stad Zonieuws. Iedereen verbindt gewoon elkaar. En dat is ook het hele belangrijkste aan het World Parade Festival Brunsum. Yes. En wat is er vandaag en morgen nog te doen? Wauw, dat is al meteen een hele mond vol. Zoals als jullie heel goed horen of de volume harder zetten, hoor je al dat een paradegroep aan het swingen en dansen is in de openluchttheater. We hebben daarnaast s'avonds ook optredens in de openluchttheater. We hebben een cultuurmarkt, we hebben een prevenement, we hebben workshops voor kinderen. We hebben dansworkshops voor kinderen en volwassenen met paradegroepen. We hebben vanuit ons Brunsum, de gemeente Brunsum, hebben we een hele mooie schommel waar je een toffe foto kunt maken als herinnering. We hebben daarnaast de Preuve de Mer, volgens mij heb ik dat al gezegd. Ja. We hebben s'avonds optredens van bands. We hebben s'avonds vergoederingsavonden en daarbij hebben we foodtrucks op het festivalterrein. En daarnaast de kerst op de taart hebben we morgen ook nog de parade. Ja, dat allemaal en daar verheugt iedereen zich op. Yes. Nou, bedankt. Zo, ook een bekende van ons. Een begeleider, wat doe je hier bij het World Parade? Ik organiseer hier de dansoptredens. Hij doet zelf ook mee hiervan. Ja, en ga je ook vandaag nog optreden? Ik ga zo meteen, ik sta klaar ervoor. En ben je een beetje zenuwachtig of valt dat wel mee? Oh, nee, ik heb het vaker gedaan. Hè. Ja, dat horen we al vaker. Hoe vind je dit festival? Ik vind het superleuk. Ja. Ik vind het mooi georganiseerd. En wat zijn ze hier aan het doen? Alles warming-ups? Ja, een beetje voorbereiden, toch even een keer alles doornemen. Ja, want dat hoort ook bij een optreden. Dus heel veel succes. Dankjewel. En tot een andere keer. Tot de volgende keer. Ja. Top.